Waarom deze actie als je toch al weet dat je Rotterdam niet inkomt? We kunnen ervan uitgaan dat wij Rotterdam niet in gaan komen. Alleen deze actie is bedoeld om te laten zien dat wij het niet eens zijn met de vervoersregelingen die wij opgelegd krijgen. Wij hebben nog één van de 17 wedstrijden die vrij vervoer is en de rest dat is een vorm van een combi. En nou ja, ondanks dat wij er niet in komen, wij willen gewoon aangeven dat wij wel op een normale manier naar zo'n uitwedstrijd toe kunnen reizen. En ja, als wij dan door anderen worden tegengehouden, dan is dat niet anders. En dan hebben wij in ieder geval ons punt gemaakt. Op dit station vindt extra controle plaats. Wilt u zo vriendelijk zijn bij deze controle om de voorbereiding te rekenen? Dit is wel een illegale actie. Denk je dat je er problemen mee krijgt? Dat verwacht ik niet. Hij is officieel inderdaad wel illegaal. Omdat je, als je naar die wedstrijd wilt, in de bus daarheen moet en een kaartje moet hebben. Maar aan de andere kant, wij hebben dus geen wedstrijdkaartje. We hebben wel gewoon een treinkaartje. Dus naar Rotterdam reizen, daar is niks illegaals aan natuurlijk. Zijn er consequenties voor de supporters? Dat weten wij pas achteraf. Daar gaan we dus niet van uit, omdat het reizen naar Rotterdam niet illegaal is. In principe zou daarna naar het uitvak lopen is ook niks illegaals. Daar kunnen zij ons weigeren, omdat we geen kaartje hebben. Dan gaan we weer ergens anders heen of terug. En dus voor de rest, zolang er van onze kant weinig gebeurt, en daar ga ik van uit, dan denk ik dat de supporters daar niet zo bang voor hoeven te zijn.